Even kijken hoe we vandaag dicht doen. Het is warm, we houden hem zo. Ja mensen, jullie vroegen er zelf om. We gaan vandaag... Is dat zo? Oké, 431 mensen vroegen er zelf om. Ik wil het gewoon zelf zien, oké? We gaan vandaag kijken naar aflevering 2 van Roy Donders Reality Show. Hoe heet de show eigenlijk? Roy Donders, altijd wat bijzonders. En hoe ook. Hij heeft honden, hij wordt vader en hij is met een vrouw. Kills aan het einde van het seizoen een astronaut. Vorige week kwamen we erachter dat zij dus zwanger is. En het werd een meisje, waar we blij mee moeten zijn allemaal, want Roy zei dit. Ik weet eigenlijk niet waar ik mijn jongen aan moet. Nee! En niet alleen Roy, zelfs zijn zus zei dit. Ja, ik zie een jongen helemaal niet zitten bij hun, wij moeten hun met die jongen doen. Wat is zo moeilijk? In principe moet je het gewoon opvoeden, eten geven. In ieder geval zorgen dat je zoon tijdens een ontgroening niet iemand vermoordt en dan dure advocaten inhuren zodat hij maar 400 euro boete krijgt. Nou, lekker plassen. Het zijn echt kleine hondjes, hè? Kijk je ze dan staan, dan denk je, ah, ze onschuldig, lief hondje. Die schijten gewoon. Roy wordt een bijzondere vader, dat zie ik nu al. Ja, cute, hè? Ja, ja, maar je denkt dat mijn baby... Lion, Ego, Ibiza, Sunshine... leuk, lief en onschuldig is. Maar zij scheidt gewoon. Nou, luister, een golden retriever is er niks bij. Mijn ochtendritueel was tot 10 uur slapen en dan uit bed. Of later, en dan ging... Maar hoe kan dat? Heeft hij geen baan of zo? Hoe kan het dat hij 10 uur 's ochtends wakker wordt en in een Mercedes rijdt? Eerst beneden koffie maken en een sigaretje roken. Meestal 2 sigaretjes en 1 of 2 bakken koffie. Ja, nou, dan scheid ik echt een heleboel onder. Ik zweer. Nee, maar dan scheid ik ook gewoon in die tuin. Nou, even naspoelen. Nou is mijn ochtendritueel heel anders, hè, schat. Ja. Eerst naar beneden. Hondje plassen. Honden medicijnen geven. Laten plassen. Die poep wegspuiten. Dat ze hier nog geen uitvinding voor hebben bedacht. Ja, ze moeten eigenlijk iets bedenken dat je gewoon makkelijk poep kunt opruimen. Zonder dat alles vol met stront zit. Poepzakjes. Deze poepschep. Gewoon, begin anders gewoon met de honden uitlaten. Als je die honden uitlaat, scheiden ze ook niet in je tuin. Weet je nog dat die zus vorige week dit zei? Ja, ze zijn gewoon niet gewend om uit te laten. Dat was blijkbaar niet overdreven. Oh, ja. Nou, okay, dit is hoe Roy zijn honden uitlaat. Neem maar weer naar binnen. Oké. Doei. Scheidcontainers. Zo, gaan we hoor. Ja. Nou, gaan we lekker scheiden en pissen overal. Ja, dat is goed. Maar nu al. Godverdomme. Het kost je meer moeite om in deze skinny jeans te komen. Jezus, wat heeft hij een reet. Holy fuck. Heeft hij BBL gedaan? Ja, heeft hij. Ja, dat heeft hij gedaan. Zouden ze eigenlijk weten dat al die ingrepen niet meegaan met het DNA? Dat het kind er straks uitkomt met lelijke tanden, een lelijke haarlijn, geen baard. Nou, geen baard mag ik hopen, het is een meisje. Geen billen. En dat zijn... Hoe ken je dat nou? Maar wij hebben helemaal deze neus niet. Even voor mijn beeldvorming, want het is voor jou natuurlijk de tweede keer, kraamhulp en zo. Maar ja... Ik kan me niet heel veel meer herinneren, hoor, van 9 jaar geleden. Waar kan ik verwachten? Of waar moet ik het over hebben? Of wat is belangrijk? Hoezo is belangrijk? Ik denk dat zij gewoon kennis kon maken en kon vertellen wat ze allemaal doen en waar ze ons bij gaat helpen. Dat wordt allemaal gewoon betaald door Rutte. Die blik. Sterker nog, Rutte kon het zelf langsbrengen. Cash. Maar in principe als je bedoelt met Rutte de belastingdienst, dan betalen wij dat allemaal voor jou. Geef niet. Blijf vooral om 10 uur opstaan. Of wie betaalt dat? De ziekenfonds. Wie betaalt zoiets? Oh, de ziekenfonds. Oh ja, dat weet ik niet. En oké, dan zijn ze hier een week in huis en dan doen ze eigenlijk gewoon meehelpen met poetsen, koken, wassen of dat niet. Ja, Roy. Sterker nog, als je er behoefte aan hebt, doet hij je belastingaangifte. Nee, Roy, gewoon dingen die met een baby te maken hebben gewoon. Waarom de fuck zou je kraambezorger je ramen gaan wassen? Nou ja, ik denk niet voor de baby, maar ik denk ook wel dat ze huishoudelijke taken mee overnemen. Ja, dingen die ik niet kan. Ja, dat is dus alles. Ga ik wel even vragen zo. Nee, Roy, daar ben jij voor. En je zou kunnen zeggen wat een prima deal is. Zij is zwanger en gaat bevallen met alle risico's van dien. En alle hormonen die erbij komen. Jij doet de vaatwasser inruimen. Ja, vraag het dan maar. Zal ik zeggen, luister, ik vind het allemaal heel leuk en aardig. Maar het is niet de bedoeling dat jij de hele dag met een baby aan het haffelen bent. En wij met een dweil in onze handen staan. Zo gaan we het niet doen. Als het maar een beetje gezellig is. Niet zo'n serieuze die de hele dag alles verbetert en doet. Want daar kan ik niet tegen, hoor. Als er ooit in je leven een moment is dat je advies van iemand moet aannemen, is het van de kraambezorger.
Als je in de buurt van een baby alleen al niest, gaat hij dood. Al zegt ze dat je een handstand moet doen tijdens het pissen. Dan doe je je hond na. Nou, toen kwam de kraambezorger. Maar Roy moest nog eerst even zijn nicotine op peil houden. Hoi, hoi. Hoi. Ik kom zo wel. Ik moest even snel mijn nicotine op peil brengen. Ja, doe dan een beetje alsof. Ah, okay. Hebben jullie daar zelf al een idee bij? Jij waarschijnlijk wel, maar jij, Roy, heb jij daar een voorstelling van? Hoe dat het straks gaat zijn? Ja, hoe dat gaat zijn. Ik heb niet echt daar een beeld van dat ik me daar druk om maak of zo. Of dat het hectisch is of... Nee, stop mij. Nou, sterker nog, ik heb die week Ibiza ingepland. Oh, trouwens, ze hebben nog gevraagd wat de kraamverzorger wel doet. Ja, daar zijn natuurlijk dan ook wel dingen die ook gedaan moeten worden. Ja, ze vragen eigenlijk of dan ze inderdaad dus ook wel wat dingetjes doet en wat dan. Ja, zeker. Maar wel gewoon de dagelijkse dingen, zeg maar. En prioriteit heeft altijd... Misschien ramen wassen en dat soort dingen. Nee, dat doet ze niet. Waarom de fuck zou je kraambezorger je ramen gaan wassen? Ik wil dood. Het was nog niet klaar, want ze hadden daarna de domste discussie ooit. Ik ga wel proberen om te beginnen met borstvoeding. Ja. Ik vind Roy heel leuk. Ja, vind ik enig. Ja, die vindt hij helemaal niet leuk. Ja, ik vind het gewoon zo'n raar gezicht. Ik kan er niks aan doen. Ik hoef het ook echt niet te zien. Dan ook en er veel buiten kan zitten. Roy helemaal blij. Kan hij zijn sigaretje gaan doen. Nee, ze kregen dus hier een discussie over dat zij borstvoeding wilt geven met haar eigen borsten. Hij gaf haar zelfs een maximum. En dan wacht hij toch borstvoeding. Maar even. Ja, een week, hè? Maximaal een week. Over zinloze discussies gesproken. De zus van Roy was al met haar ongeboren nicht ruzie aan het maken over welke Barbie-poppen ze niet mag gebruiken. Ik zeg, mijn Barbie-collectie, waar is mee mijn Barbie-collectie? Hij zo, ja, die gaat ze strak natuurlijk. Ik zei, daar blijft zij mooi vanaf. Hier blijft ze sowieso wel vanaf. Dat is echt mijn allerlievelings Barbie. Oh, oké. Okay. Het is alsof die nog wat waard zijn. Ze zijn uit de doos. Ze missen allemaal iets, zei ze net. Gelukkig mocht het uiteindelijk wel. Ik dacht eerst, ze mag er niet aankomen, maar dan mag ze wel. Met de Barbie-collectie. Ja. Super fijn. Trouwens, over kinderkamers gesproken. Onze Nel, die heeft het leeftijdsverschil tussen Roy en die zus uitgelegd. Maar vandaag of morgen al komen en dan halen ze het er wel af. Ik zeg, dokter, waar zit ik er maar nou? Haal hem eraf. Ja, dat wilt u toch op de leeftijd? Nee, dat wil ik niet. En ik janken en doe vrij. Kom maar gewoon, dat kind blijft gewoon zitten, dat komt er wel groot. Ja, ik was 35 of 36. En ja, dat was toen die tijd een risicogroep. Dat zei die dokter? Oh, ik ken mensen nu van 35 die beginnen na te denken over het krijgen van een kind. Ik ken iemand van 38 die een Juice Channel heeft. Echt die gekke dokters, dat ze dat allemaal zeggen. Nou, toen was er, toen kwam hij. Die gynaecoloog, nou. Nelke, zei hij, het kindje krijgt een 10. Ik zei, nou, dankjewel. Wat een cutie van een moeder. En we zijn ook blij dat ze dat heeft gedaan, want anders hadden we deze fantastische reality show niet. Als ouder ben je voorbereid op slapeloze nachten. Maar in Casa di Roy beginnen die al voor de geboorte. Ja, Mies lag op de bank en ze zei op een gegeven moment tegen mij van... Schat, ik voel ze al een paar uur niet. Ik zeg, per uur niet? Zeg je, eigenlijk voel ik ze al 2 dagen niet. Ja, ik zeg, zullen we dan eens niet even naar het ziekenhuis gaan bellen of iets gaan doen? Of wil hij hier op de bank blijven liggen? Hartstilstand. Nee, niet bij die baby, bij Roy. Jezus! What the fuck was dat? Wat zegt die voice? Ik kreeg helemaal paniek, ik kreeg gewoon kippenvel. Roy en Michelle hebben zich snel naar het ziekenhuis gehaast. En... kanker. Wat duurde die rit lang, zeg. Nee, het kind is gezond, gelukkig. In tegenstelling tot Roy. En ik ben 7 kilo aangekomen. Gij? 7. Nog 2 kilo en ik zit op mijn gewicht, hetzelfde gewicht als voor de lipo. Ja, maar ik ga de remmen gaat erop. Ik wou even langs Lien Stoko rijden, even het stijtje halen. Oh, dan valt maar alleen. Ik hoef niet. Ik denk net, ik heb honger. Ik heb de remmer op en ik heb besloten dat ik, als ik moet bevallen is, dat ik meteen ga sporten. Nou, meteen niet, maar een paar weken daarna. Waarom wacht u überhaupt? Hij is helemaal niet zwanger. Roy, je wilt juist sporten zodat je niet meer zwanger lijkt. Waarom wacht je tot de baby is geboren? Dan begint pas de hel. Dan kan je niet meer slapen, heb je geen energie meer. En dit. Maar dat is van binnen. Van binnen? Ja, niet in de huid, niet hier. Maar al bij mijn organen. Oh, het gaat om viscerale vetten. Dat is nog slechter. Dan moet je nog sneller gaan sporten, want daar ga je gewoon dood van. Over de dood gesproken, ze gingen langs bij een opa en oma. Sorry voor dat brugje. Maar ze gingen wel echt langs bij die opa en oma. Hallo!
Wakkeesten, daar ben ik weer. Ik denk de oma van de moederskant, want, yep, ze heet ook Nel. En Roy had trouwens zelf ook een wens over de grafsteen. Gek, ik wil dat, vind ik leuk. Zo, hier zo'n beeld. Zo, dat... Nee, dat hoeft echt niet van bladgoud of zo, maar... Maar wel van marmer. Maar wel marmer, met een diamantas kan. Ja, het liefst uit Turkije, want dat vind ik het mooist. Aangezien je onderhand meer Turks dan Nederlands bent. Ik zou gewoon ervoor kiezen om daar begraafd te worden. Goed, we gaan kijken naar de andere kant, familie. Niet Nel en Nel, maar de vader van Michel. Ze kwamen binnen en zeiden gedag. Gelukkig is dit schilderij heel goed geblurd door een stagiair. Nu is het echt niet te zien dat hier een Herman Brood hangt. Nou, Roy werd helemaal geil van het broertje. Nee, dat is een grapje, sorry. Michel die dronk alcohol. Dit is het enige gerecht waar jij nog even moet leren van jullie. Oh, ook, zijn er 2 dagen ben ik mee bezig. Ja, maar ja, dit vindt jouw man lekker, hè? Dus dan moet je het dan toch gaan leren. Ik maak eigenlijk alles wat mijn man lekker vindt, dus ja. Ja, ik eet ook alles wat jij lekker vindt. Dat zei ze niet. Ze zei, ik maak alles wat jij lekker vindt. Alles eten wat zij lekker vindt is een stuk makkelijker, Roy. En waarom de fuck eten ze bij de pa van Michel en is hier een bordje met gereserveerd? Nou, toen kwamen ze erachter dat de pa van Michel het toch wel gek vond eigenlijk, de hele situatie. Het ging wel een paar keer door mijn hoofd heen dat ik dacht van... Ja, gaan ze dat niet raar vinden? Of denken ze straks niet van, wij moeten nou mee zo'n homo? Dat was eigenlijk wel voor ons thuis ook wel even een moment van... Michel, hè? Waar ben je nou ineens mee bezig? Ja. Want Roy is toch voor de man, hè? We blijven gewoon met z'n allen doen alsof Roy een homo is die met een vrouw heeft. Zelfs Roy zelf. Dus die had eerst een relatie met een vrouw. Daar is Michelle uit ontstaan, uitgekomen. Toen heeft mijn vader een vriend gekregen. Wat? Het is gewoon hetzelfde. Die paas die zit in dezelfde situatie als Roy en toch twijfelde die. Schat, kom eens, moet je horen. Michelle die heeft met een homo. Wat zeg jij nou? Michelle, heb jij met een homo? Wat gay? Nou, toen hielden ze in het huis een baby shower. Blijkbaar hing heel het huis vol dure schilderijen. Wil je de baby shower nou zelf zien? Ga naar Discovery Plus. Laat even weten of aflevering 2 het hoogtepunt was of dat we nog aflevering 3 moeten maken. Oké, bye.